Goedemorgen allemaal. Welkom bij onze tweede reeks webinars, nummertje 3. Dus bij de eerste reeks hadden we een zevental webinars. En in onze tweede reeks zijn we vandaag aanbeland bij de webinar van Brecht van Kerkhoven. Het is blijkbaar een thema dat de mensen enorm aanspreekt, want zowel van de niveaus waarvoor dat de coachlicentie in aanmerking komt, dus de B- en C-niveaus, maar ook voor alle andere niveaus is er een enorme respons waarvoor dank. Je ziet, Brecht is niet alleen klaar voor zijn creatieve opwarmingen als titel, hij heeft ook zijn presentatie heel creatief aangepakt. Voor de rest hoop ik dat het naar goede gewoonte weer een leerrijk webinar wordt. Alle organisatorische vragen die kan je achter de schermen nog altijd aan mij stellen. Een aantal vragen zijn ook al gepubliceerd. En dan wens ik jullie veel plezier toe. Brecht, aan jou. Goedemorgen allemaal. Bij die vragen mogen we uiteraard ook geluk wensen naar Christophe, want die is jarig vandaag. Dus bij deze shoot allemaal dat het daar vol loopt, al die vragen. En geluk wensen vooral. Ook heel van mijnentwege een goedemorgen en enorm vereerd dat er zoveel opkomst, hoewel ik het eigenlijk niet zie. Maar goed, de respons is groot. Dat is inderdaad voor mij een grote eer dat jullie naar mijn verhaal willen luisteren. Voor sommigen zal het misschien geen grote vernieuwende dingen zijn, voor anderen misschien net iets meer. Ik hoop alleen dat jullie er iets van opsteken. Voor mij is het iets waar ik enorm in geloof. Door de jaren heen ben ik daar wat in gegroeid en uiteraard wat in aangepast. Zo gaat dat nu eenmaal als je al enkele jaren training geeft. Ik moet wel eerlijk bekennen dat dit totaal nieuw is voor mij. Dus praten tegen een computer, ik zie niemand zitten. Het is iets heel apart, maar goed, we moeten mee in een coronatijd naar oplossingen zoeken. En dat zit ook uiteraard mee in het creatieve. Ik kon, zoals Christophe zei, inderdaad niet eigenlijk met een simpele PowerPoint afkomen als je gaat vertellen over creativiteit. Dus heb ik het gehouden bij Prezi, voor sommigen misschien wel gekend. De timing, we gokken op 1,5 uur, maar aangezien dit ook nieuw is en niks echt in de praktijk kan worden uitgevoerd, we zullen zien waar we uitkomen, maar ik gok inderdaad op 1,5 uur. Is het wat later, schiet mij niet dood. Is het wat vroeger, schiet mij ook zeker niet dood. Ik excuseer mij eveneens voor het stilzitten, wat ik niet kan. Meestal sta ik recht en kan ik wat praten en wat dingen doen. Ik zit nu op een stoel. Ik heb mijn sletsjes aan. Dat is ook eens iets nieuws om een webinar te geven. Mijn kinderen en vrouw zijn uit het huis, dus we kunnen eraan beginnen. Als er vragen zijn, dan ken je. Ik ben gewoon van wat interactie te doen. Dat zal nu niet op deze manier kunnen verlopen. Die kan je naar Christophe sturen. En dan zal ik om de zoveel tijd wel eens aan Christophe vragen of daar inderdaad al vragen gerezen zijn. Creatieve opwarming. Het is een mooie naam. Het is een makkelijk woord om mee te gooien misschien. Maar voor mij is het wel iets wat belangrijk is, dat we niet zozeer het klassieke, we gaan er straks wel op komen. Ik heb zelf lang gevolleybald en ik heb van alles wat mogen proeven. En voor mij werkt dit toch net iets beter dan de traditionele. We gaan van start. Ik hoop dat iedereen kan kijken. Ik begin graag met een filmpje. Dus stel u voor, ik zou nu willen vragen, steek uw hand op. Je begint aan een training. En je gaat direct 6 tegen 6 spelen. Ik zou nu, zonder sprong uiteraard, zou ik nu al willen vragen, voor wie is dat een no-go? Ik ga ervan uit dat er heel veel zeggen, ja, dat is bij mij echt nog nooit gebeurd. Zie ik ook niet direct zitten. Er is opwarming voor nodig. Er is dit en dat voor nodig. Kan ik zeker mee volgen, maar met dit verhaal ga ik proberen jullie te overtuigen dat er toch wel wat mogelijkheden zijn. Dus even een schets. Met zoveel jullie zijn op het veld, zijn jullie met 12, is het 6 tegen 6 zonder spring. Zonder springen, mag kiezen of je 1 tot en met 3 contacten doet.
en er zijn twee ballen tegelijk in het spel. Ik ga het even tonen en daarna zal ik uitleggen wat de bedoeling is. Dus het zijn de spelers van de topsportschool, dus de twee ballen gaan tegelijk in de lucht. En de bedoeling is dat één team de twee ballen tegelijk op de grond krijgt. Zoals je ziet, er valt één bal. Het andere team is die gaan halen en is die terug gaan serveren, zolang het andere team nog met die bal. Dus deze bal is nu gevallen. Een speelster aan de andere kant is die bal ook gevallen. Dus eigenlijk moeten nu de twee teams terug serveren. Het is nog niet zo duidelijk voor hun om opnieuw te gaan verder spelen. Dus hier, hop, dan komt de nieuwe service. De twee ballen zijn nog niet tegelijk aan dezelfde kant gescoord, dus dan blijft dat spel gaan. We spelen wat onderhands, we spelen wat bovenhands. Er is een aanval bij. Er is niks dingen. Uiteraard zie je hier en daar al wat lopen in. Er zit al een versnelling in. Iedereen doet dat naar zijn kunnen. Iedereen, we gaan daar niet direct grote explosieve versnellingen in, maar dat is rustig beginnen. Dit spel heb ik niet zelf uitgevonden. Ik ga graag mijn mosterd op verschillende plaatsen. Dus ik ga er ook niet mee te koop lopen. Dat kennen vanuit Nederland. Het beachvolleybal hebben we daarmee leren kennismaken. En het is eigenlijk een spel zoals je de vreugde hier ziet. Ja, onthoud die vooral, want straks zal ik een ander mooi filmpje tonen die net iets anders verloopt. Dus opwarming. Ja, waarom gaan we eigenlijk opwarmen? Het is heel simpel. Ja, we gaan ons lichaam voorbereiden op sporten. Ik heb dat wat opgezocht. Wat dat allemaal doet met ons lichaam, dat uw bloedvaten gaan uitzetten. Uw hartslag gaat omhoog, waardoor er meer zuurstof in de longen komt. Ook meer bloed naar uw spieren. Om die stijfheid daarna tegen te gaan. Uw elasticiteit verhoogt. Uw gewrichten worden bewegelijker. Maar uiteraard hebben we opwarming nodig. En we kennen die opwarming. En je ziet hier onderaan staan. Het klassieke opwarmen, ja, is voor velen toch, ja, ik weet niet of het sommigen nog doen, maar voor mij is dat uit een boze, omdat ja, er heel wat andere dingen kunnen aangeboden worden. Zoals, wat bieden we aan? Dat doet denk ik iedereen wel. Op fysiek vlak kunnen we basisconditie gaan doen, agility, core, sprongen gaan trainen. Technisch zie je veel bij jeugd in de opwarming dat we direct met technische zaken gaan beginnen rond basistechnieken eveneens, de balhandling. Daar kan al wat tactische dingen in zitten, daar kan een spel zijn met tikkertje, oog-handcoördinatie. Met opwarming, ik moet zeggen dat wij in België daar al wat verder in zijn, dat het niet het gewone stretchje lopen en zo verder is, dat we wel kennen van heel veel vroeger. Dus het lopen, het stretchen. Ik ga me niet uitspreken over de zin van stretchen. Ik geloof daar zeker in actieve stretch. Maar het zitten en wat vooral nakeuvelen of van wat de dag al heeft gebracht na het werk of eender wat, daar geloof ik net iets minder. Dan komen we uiteraard aan het sparren. Waar ik eigenlijk ook geen grote voorstander van ben, omdat ik dat een beetje anti-volleybal vind. En ik weet het dat we dat allemaal doen in onze opwarming voor een wedstrijd. Dat is voor mij gewoon een praktisch verhaal, omdat dat de makkelijkste manier is om met 12 op een half terrein op te warmen. In het beachvolleybal zijn ze er al iets verder mee. Dan gaan ze ook aan de andere kant van het net bij een opwarming en warmen ze zo op, serveren ze naar elkaar, de eigen speler serveert naar zijn partner, al die zaken, dat kan daar. Wij zijn nu met 12, 14 en aan de andere kant ook 14. Dus daar wordt sparren wel gebruikt, maar waarom ben ik daar niet zo'n grote voorstander van? Dat is allemaal in één lijn en volleybal bestaat nu eenmaal in hoeken maken, wat je in het sparren niet ziet. Ook het feit dat je voor mensen die dagelijks trainen, en ik ben vorig jaar in Italië geweest, in Perugia, het wordt daar nog altijd gedaan. Italianen gaan er prat op om een half uur op de grond te gaan liggen, wat stretchoefeningen te doen, wat core te gaan doen, dan het balletje te gooien, schouder los te maken, te stretchen. Kortom, je kent het verhaal wel.
Ik ben er geen voorstander van. Maar goed, het wordt zo'n om een duur een automatisme, waarin eigenlijk je op automatische piloot alles gaat gaan opwarmen. Er zit geen enkele uitdaging in. Er zit nul nog van, wordt uw brein ergens getriggerd voor nieuwe zaken? Nul. Het is dus zuiver uitsluitend het lichaam opwarmen, zoals we doen met lopen. Dus ik geloof dat het nul aan onze volleybalkwaliteit zal bijbrengen. Deze manier van opwarmen. En ik geloof dan nog meer dat we die tijd veel beter kunnen gebruiken voor andere zaken om waar we wel beter van worden. Ik kom daar zeker straks op terug, wat moet daarin zitten in uw training. Veel hangt af van hoeveel je traint, maar ik vermoed als we op het C-licentieniveau zitten, dat we al blij zijn dat we 2 keer in de week kunnen trainen. Als we aan 2 uur 2 keer 2 komen, is dat 4 uur. Als je daar al telkens een half uur van gaat opwarmen zonder echt het idee te hebben van ik wil de speler verbeteren, dan heb je al een uur verloren aan alleen het warm maken van het lichaam. Hier zien we zo'n leuke opwarming die we jullie wel kennen. Dus het begint met het aan de training te zien. Zie je dat dat wel een beeld is van even geleden. Maar ik vond het wel interessant omdat je ook ineens ziet dat de twee heren, ik ga het versnellen want het duurt me uiteraard te lang, ondertussen inderdaad wat je wel ziet, en dat stond ook op mijn vorige slide, eigenlijk gebruiken deze opwarming om een net nog klaar te zetten, hun hoepeltjes klaar te leggen, om alles klaar te maken voor echt te gaan trainen en vaak een half uur later. Nu, ze doen het vrij goed, hè. Ze gaan wat actieve dingen doen. Ik ga het nog wat versnellen, want het wordt saaier voor mij. Dit heeft elke volleyballer ongetwijfeld al genoeg gedaan in zijn leven. Het wordt nog sneller en sneller. En alle oefeningen zijn correct. Goed, er zit wel wat dynamische dingen bij. Er zit core bij. Allemaal belangrijke dingen. Dus ik zeg niet dat het niet nodig is. Maar ik zeg dat we het op een andere manier kunnen. Komt daar ook nog bij dat voor mij volleybal een spel is met ontzettend veel regels. Regels waar we ons moeten aan houden. Er zijn afgeleide technieken. Wij kiezen niet hoe we toetsen. Wij mogen die bal niet te lang vasthouden. Wij kiezen niet hoe een zuiver contact is. Dat is volgens regels. Dus eigenlijk laat volleybal, met 3 contacten, een bal niet mogen stoppen. Niet even bijhouden om iets anders te doen. Al die zaken zorgen ervoor dat er eigenlijk weinig ruimte is voor creativiteit in ons spel. Maar, een vraag naar jullie, je moet ze niet beantwoorden, hoe kunnen we dan, als we geen creativiteit kunnen aan de dag leggen in onze oefenvormen, in de opwarming, maar ook later in 6 tegen 6, hoe kunnen we dit dan gaan trainen, is de vraag. Mooie dekking, en dan hier komt de actie. Hop, hop. Dus tenzij we in onze opwarming dit gaan voorzien om te oefenen. Wat dan ook al vrij creatief is, want dat heb ik nog niet gezien in een volleybal sessie. Dus uiteraard doe ik het met een knipoog. We gaan dit niet expliciet gaan trainen, maar als we alleen maar het lopen en het stretchen kunnen toelaten, het sparren, dan is daar heel weinig ruimte voor creativiteit. En creativiteit, ik heb het zelf niet gezegd, Albert Einstein is een heel verstandige man die zegt, dat is gewoon verstand die een beetje fun heeft. En ik denk dat we de meest onder jullie wel het wedstrijdpunt op de Europese Spelen van Enkhapet heeft gezien, waar hij zich omdraait en slaat. Wel nu, dat is de volleyballer, denk ik, bij uitstek. Er zijn er genoeg, er zijn nog heel veel setters met wat creativiteit. Maar als je ziet wat hij allemaal aan de dag kan leggen van creativiteit, dan kan ik dat alleen maar omarmen. En dan geloof ik dat niet is van constant alleen maar elke dag hetzelfde gedaan te hebben. Maar we moeten zeker niet naar Enkhapet gaan kijken. We hebben zelf zo iemand in onze Red Dragon rangen. Dus het gaat nog eens vertraagd. Thomas Rousseau hier, doe aanval met rechts. Laat die bal passeren en legt die links
Nee, dus ik ga het nog eens tonen. Het is zeker eveneens een heel mooie vorm. Dus doen dat hij aanvalt met rechts, hij is uiteraard rechtshandig. Het blok positioneert zich ook op zijn rechterschouder en dan mooi neerleggen met de linkerhand. Dat is voor mij ook creativiteit en dat zijn voor mij ja, zaken die we in ons volleybal ja, moeten omarmen en zeker niet gaan uitbuiten. Gaan uitsluiten, sorry. Dus wat voor mij staat creativiteit voor fun, voor, niet alleen voor Einstein, maar ook voor mij. En zeker te meer omdat ik ook geloof, iets wat je graag doet, ga je ook altijd beter doen. Als je elke dag iets moet gaan, of ik zeg nu maar, als je niet graag zou gaan sparren, als je dat niet graag doet, dan geloof ik niet dat je daar heel veel gaat uithalen, dat je daar beter van wordt. Ook komt daar door creativiteit, kan je een soort van afwisseling creëren. Ik vind het, voor mij is het een uitdaging om spelers voor mij te hebben die niet zeggen, ah, vandaag is het eerste half uur, dat kennen we al, coach, ga maar iets doen. In de cafetaria of eenderwaar, het eerste half uur weten we toch wat het is, dus wij gaan ermee aan de slag en binnen een half uur komt je maar langs. Die afwisseling zorgt ervoor dat ze worden geprikkeld, dat ze moeten gaan nadenken, dat ze niet zo gewoon op automatische piloot een deel van de training kunnen afwerken. Dus dat wil ik zeker tegengaan. Het biedt hen ook de mogelijkheid om zelf oplossingen te gaan zoeken en daar ook de ruimte in te laten. Ze zullen straks een aantal challenges zien in een opwarming. Daar laat ik ook de ruimte in. Als de ene dat liever doet met zijn voet of de andere met zijn rechter elleboog, dat is een moment dat je eigenlijk die ruimte kan laten om oplossingen te zoeken, dat je niet te fel gaat aflijnen om te zeggen, ja nee, het mag alleen maar zo. Want zoals ik daarnet heb gezegd, ons volleybal heeft al meer dan genoeg regels. Dus zeker in die opwarming, laat daar wat ruimte voor ja, out-of-the-box dingen te gaan verzinnen of te gaan nadenken. Het is ook een vorm van samenwerking waar onze teamsport zeker ten goede gaat. Wat je ook merkt, en dat zullen jullie allemaal ongetwijfeld wel weten, als er wat competitie in zit team A tegen B, om het snelst of om het meest, dan ga je zien dat dat ook altijd de intensiteit wat verhoogt, dat dat altijd wel wat, moet je dat zeggen, ja, een extra prikkel geeft aan uw opwarming. Dus ik ben ook zeker voor competitie. En zeker ook die uitdagingen, de challenges. Het is altijd fijn voor een team een succesbeleving te hebben, één, te winnen, maar ook als je een... Ja, ondertussen heb ik al heel veel trainers gezien die ontzettend mooie uitdagingen met, daar komen we straks nog wel op terug, neerzetten. En als dat dan uiteindelijk lukt, geeft dat echt een vreugde, echt een uitbarsting van yes, het is ons gelukt als team. Bij die uitdagingen wil ik direct wel een kanttekening maken. Afhankelijk van je groep, wetenschappelijk bewezen is een juiste range. Als je 10 pogingen zou doen, moet je daar een zevental keer kunnen op lukken om een vorm van succesbeleving te hebben. In de challenges die wij soms aanbieden, maken we dat veel uitdagender en zal het eerder 1 op 10 zijn. Maar die ene keer dat dat lukt, wordt dat dan een, echt, zoals ik net zei, die vreugdeuitbarsting. Waarom maken wij dat ook wat uitdagender? Ik vind dat heel interessant om dan te gaan kijken wie staat erop als leider, wie neemt het voortouw, wie gaat zeggen we gaan het zo proberen of we gaan het zo doen. Daar kan ook zeker wat frustratie bij zitten als alles al goed gelukt is en op het einde plots is er toch de laatste bal die verkeerd valt. Dat is volleybal, moet je ook kunnen, in sport algemeen, moet je kunnen omgaan met frustratie. Dus dat is ook in die opwarming kunnen we dat er al af en toe aanbieden. En zoals ik daarnet ook al zei, het is een ontzettend goede ding om teamwork te promoten en te verbeteren. We hebben ooit, toen we met de Red Dragons bezig waren, ik ga nu al direct, moet ik zeggen, de opmerking counteren. Ik weet dat dit onmogelijk is in de meeste sporttallen, maar ik wil het toch maar even tonen, omdat het een heel fijne, ja, het heel goed kan toont wie erop staat als leider, dat het frustratie is, dat het het team is die werkt, dat ze plezier hebben. Maar het is dus een op een morgen, wij trainen daar 2 keer per dag. Op een morgen hadden we het idee opgevat met de technische staf, we gaan een
een heel moeilijke challenge geven die niet 1 op 10, maar misschien 1 op 100 lukt. En ze krijgen daar een uur voor om dat te doen lukken. En wie het lukt, oké, is klaar. En er waren 3 teams, denk ik. Ze moesten ook zelf alles in elkaar steken. Ze moesten het zelf gaan uitzoeken hoe het werkte. Ze moesten alles gaan opzetten hoe het werkte. Dus ze kregen alleen een papier met daarop van oké, je moet zo, actie dan. En uiteindelijk moesten ze in een hoge ring gaan toetsen die boven de basketbalring die heel hoog hangt. Ik toon jullie het filmpje van die bewuste morgen. Dus ik weet het, iedereen heeft een ballenkanon. Dus je merkt al, mag je het frustratie van sommige vet, dus ik vrees, hij zal het niet erg vinden dat ik deze toon. Maar je merkt, daar zit plezier, daar is nu opnieuw een kant. Ik probeer al zelf de vragen te beantwoorden waarvan ik denk dat ze gaan komen. Ik weet dat deze speler hier niet aan het opwarmen is, maar ze schuiven ook door. Ze hebben ook andere dingen gehad. Dit was niet echt als opwarming, maar echt zuiver als challenge. Er heeft geen volleybalactiviteit achter gekoppeld. Hier komen we bijna tot wat de bedoeling is. Op tafel, lamp, daar omhoog spelen en dan moet Thomas de ring daar proberen in. Het is gelukt. En ik denk dat ze ongeveer 37 minuten er hebben over gedaan om dit te doen lukken. Nogmaals, ik wou alleen de challenge tonen en niet dit is een slecht beeld naar het idee van opwarming, want hier warmen we weinig spelers mee op, tenzij dat iets sneller kan doorgaan. Opnieuw wil ik af en toe de vragen waarvan ik denk dat ze zullen gesteld worden, voor mezelf al gaan beantwoorden. Als we het hebben over creatieve opwarmingen, wil ik daar zeker niet mee jullie gaan promoten of jullie gaan overtuigen. We gaan er een speeltuin van maken waar chaos is, waar alles door elkaar, waar geen structuur is. Dat wil ik zeker nu al meegeven, dat we daarop moeten waken, dat het de focus wordt behouden en dat het nog altijd kan nadenken over hoe ver ga je in het concept volleybal. En wat bedoel ik daarmee? Je kan een spel spelen, maar je kan ook het volleybal spelen. En dat ga ik nu proberen aantonen met de volgende oefenvorm. 2 tegen 2, iets wat in elke training, in elke clubtraining die ik doe, aan bod laat komen. Omdat ik daar ontzettend in geloof. Dit is voor mij de sparvorm. Dus het 1 tegen 1 gewoon naar elkaar sparren, toetsen, onderaan slaan. Gebeurt nooit op een training bij mij, maar wel altijd 2 tegen 2 spelvormen. Wat is hier de bedoeling? Dus er zijn 2 teams. Uiteraard kunnen de reserve of op een ander veld, als je het geluk hebt van 2 velden, daarmee aan de slag. Dus A en B spelen tegen C en D. Je mag niet springen. Het begint met een onderhandse service en de 2 contacten, verplicht 2 contacten, zijn hard. Dus niet toetsen en geen tip, dus alles met hard. Dus eigenlijk wat beachvolleybal gerelateerd, maar de bal mag je dus ook niet het eerste contact toetsen. De spelers moeten alternerend overspelen. Dat wil dus zeggen, A gaat nu serveren. Als die overspeelt, ja, moet de volgende keer B overspelen. Dus wat hebben we er nog bij gezet als extra regel out of the box, hè, want in volleybal mag je als speler geen 2 contacten naar elkaar doen, tenzij het een blok is. Dus in deze oefenvorm mag speler A of B of C of D wel de 2 contacten voor zichzelf doen. Dus het is verplicht 2 contacten. Dus om het even wat duidelijk te maken, dus als A overspeelt, D en C speelt over naar A en B, dan zal B moeten overspelen de volgende keer. Dus al even tonen. Dus A speelt de bal over, die gaat nu naar D. D speelt die bal terug. En C die komt naar voren om die bal over te spelen. Nu zet ik het op pauze, omdat ik even met jullie wil hebben op welk spel spelen we hier. Ja, het is 2 tegen 2. We zijn een spel aan het spelen, dus A en B staan daar. Wat je heel vaak zal zien en bijna bij elk
ja, beginsituatie als je dit aanbiedt. Hier, dit is de situatie. Zijn we het spel aan het spelen of begrijpen A en B wat het volleybalspel inhoudt? En wat bedoel ik daarmee? Als ik deze opstelling zie, dan zijn A en B gewoon aan het spelen met twee contacten, niet nadenkend over wat tactisch of strategisch een betere keuze zou zijn. We weten dat B gaat moeten overspelen, dat weten we. Het is moeilijker om de contacten twee keer voor jezelf te doen. Dat weten we ook met een beetje gezond verstand. Dus iemand die het volleybal snapt, hier spelen ze het spel. En hier begrijpt A wat de bedoeling is van strategisch of tactisch volleybal te gaan spelen. Wat gaat A doen? Die gaat zijn of haar zone vergroten, zodanig dat zij of hij meer kans heeft het eerste contact te gaan doen en B het tweede contact te gaan laten doen. Dus op die manier wordt een spel, een heel simpel spel, van 2-2 met alternerend overspelen, misschien wel een heel goede oefening voor een libero die wat zonen gaat nemen. Hop, ga jij maar van voor staan, of als ze het extreem kunnen doen, kan B al bijna in de 3 meter lijn gaan staan om daar de bal te gaan overspelen. Dus dat bedoel ik met als we creatieve opwarmingen en ik kom daar straks ook nog op terug en dat is ook iets wat ik niet zelf heb uitgevonden. Ik zal het misschien een paar keer zeggen vandaag. Het is goed dat we creatieve dingen gaan zoeken, maar zoals Emile Rousseau altijd zei, er moet een verhaal achter zitten. Je moet weten waarom je dit aanbiedt. En als we gewoon het spel aanbieden om het aan te bieden, geloof ik nog altijd dat dit hier in de vorige vorm beter is dan sparren. Maar ja, verliezen we opportuniteiten om onze spelers beter te maken. Ik ga jullie ook vragen, voor sommigen is dit misschien wat nieuw, dus dat is nieuw, dan zal je ook een beetje uit de comfortzone moeten geraken als je daar wat aan de slag mee wilt gaan. Dus, sorry, maar we gaan er zeker in slagen, dus ik wil jullie vragen om even te zeggen, dat werkt niet bij mij, mijn spelers zijn daar niet klaar voor. Het zal in het begin wat aanpassing zijn, ben ik van overtuigd, maar je gaat zien hoe snel ze dit oppikken, hoe snel ze, ja, ik heb nog geen enkel, ja, wel, ik lieg. In Italië was het voor Vital, omdat Italië het land volleybal land bij uitstek en zo hard vasthoudt aan dingen waarin zij geloven. Dus het half uurtje op de grond gaan liggen en wat oefeningen doen, gaven ze echt moeilijk af. Maar Vital heeft daar uiteraard, karaktervolle man dat hij is, vol hart en ging hij daar ook aan de slag met een challenge en 2-2 vormen? Wel, ik moet eerlijk bekennen, er waren 1 of 2 spelers die niet zo geneigd waren die challenges mee te spelen. Maar het 2-2, waar in het begin iedereen, ja, maar wanneer kunnen we dan sparren? Nee, in een training zit dat niet bij Vital. Dan na een kleine week, 1,5 week, was iedereen grote fan van het 2-2 spel. En ja, was het zelfs op sommige momenten dat het niet meer kon van tijd of eender wat, waren ze ontgoocheld als er geen 2-2 vorm zou zijn. Dus ik vraag jullie even om uit die comfortzone te stappen en mee creatief te gaan denken, want er is zeker van alles mogelijk. Dus ik vraag jullie even om vanuit ja, die fixed mindset van dit is goed, dit ben ik gewoon, ik moet daar niks aan veranderen, het is goed zoals het is. Even goede vrienden, hou het maar zoals het is. Ik geloof ook dat het is al bewezen dat het werkt, dus het is zeker niet slecht. Maar ik geloof dat we hier in de gekleurde hersenzone meer prikkels gaan geven, meer uitdagingen. En het volleybalspel waar wij allemaal zo hard om geven en waar wij van houden, het nog aangenamer kunnen maken voor onze spelers. Dus vraag ik jullie om even mee in die growth mindset te gaan duiken. Waarom bied ik ook creativiteit aan? Misschien is het, ik weet niet hoe lang ik al bezig ben, een moment, ik weet niet, Christophe, of er al vragen zijn gerezen. Wat had je nu gedacht? 1, bedankt voor de suggestie om verjaardagswensen in die chatbox te posten. Dat ontploft hier, maar bij deze nog aan iedereen hartelijk dank. Ik stel voor dat ik nu al een paar vragen eruit neem.
Ja. Er komen er nog binnen, maar die kunnen we dan ook in de volgende ronde gaan beantwoorden. Een eerste vraag die is binnengekomen, is het niet moeilijk om het evenwicht te kunnen behouden tussen enerzijds het spelplezier en anderzijds de focus? Ja, dat klopt. En dat is dus het eerste dat het ook die vraag is dat ik dacht dat die zou komen, dat we daar als trainer zeker moeten op waken. Ik heb om dit hier wat in te kleden, had ik wat beelden nodig en heb ik dus ook wel al wat beelden gemaakt met mijn jongere groep, 13, 14 jaar, waar ik nu training geef in een topsportschool in Leuven. Je merkt dat ja, ze hebben ontzettend veel plezier om dan, en dat mag en dat moet ook, zij zijn eigenlijk gewoon om heel gefocust te trainen, dan wordt daarna die knop omdraaien, wordt net iets moeilijker. Dus dan is het aan de trainer om te zeggen, hey, hop, nee, nu is het zo. En dat je daar even korter op de bal speelt dan dat je gewend bent. Dat je even, nee, zo niet aan. En dat je eigenlijk, ja, het is niet dat je moet gaan dreigen, maar het is wel een ding om te zeggen van, kijk, als we niet kunnen daarna gaan gefocust trainen, ja, dan gaan we terug naar de klassiekere vorm, waar we alleen maar in die focus zitten en blijven. Maar als we dan gaan naar een wedstrijd, in een wedstrijd zit je ook in een focus. En geloof ik ook dat af en toe een extra prikkel ja, er soms kan voor zorgen dat je uit die focus bent. Dus het is op zich ook wel een training om ja, te gaan trainen, je mindset te gaan. Ja, oké, focus, oh, ben je even kwijt, terug het focus dat je daar ook wel op trainen. Maar dat is zeker een terechte opmerking. Vraag waar je zeker moet op ja, waken dat dan niet de spuigaten gaat uitlopen en zoals ik het al had geschreven, een speeltuin wordt. Ja, goed. De volgende twee die sluiten een beetje bij elkaar aan, maar ik ga ze apart nemen. Deze is een beetje een vraag/bemerking. Het ding is, je hebt gesproken over het sparren, maar binnen het sparren kun je toch ook hoeken mee gaan maken met de nodige verplaatsing en veel balcontact? Sowieso, dat is de enigste ding waar ik goed vind aan sparren, is het feit dat je veel contacten hebt op korte tijd. En het is zeker interessant om een slag aan te leren of een verdediging. En je kan zeker gaan werken met hoeken, maar ik zie het weinig gebeuren, omdat we, als je moet gaan werken met hoeken, dan kan je niet met zes naast elkaar, zes koppeltjes op een halfveld staan en is eigenlijk al drie koppels op een halfveld al vrij beperkt om hoeken te gaan maken. En dan kan je zeker ook nog sparvormen gaan verzinnen met drie mensen, waar je dus aanval en dan pas geeft vanuit een hoek en die dan aanvalt op speler C. Dat zijn zeker mogelijkheden en dat is voor mij ook al creativiteit. Maar ik ga zeker akkoord dat sparren met hoeken een goede vorm is. Maar alleen hoe we het zien op een wedstrijdvorm vind ik ja, geen de ene. Ja, wat is daar goed aan? Veel contact in een korte tijd. En maar de, ja, in een wedstrijd hebben we nooit zoveel contact in een korte tijd. Dus de vraag is, heeft dat veel zin op dat moment? En twee is dat je ja, plaats bespaart in die op een halfveld. Ja, en dan je hebt al voor een stukje beantwoord, want het heeft nogal betrekking op dat sparren. Ja. Ben je dan voorstander van sparren, maar met bijkomende opdrachten? Dus met allerlei kleine oefeningen die dat er dan bij komen, ja, onder de verschillende vormen? Ja. Volledig, want daar ben ik zeker voorstander van. Ik heb nog een filmpje bemachtigd gekregen van een sparvorm, maar ik ben er te laat mee om het nog in de groep te zetten. Dus misschien op het einde kan ik het zo lostonen, maar dat is een sparvorm die bijvoorbeeld over het net gaat met drie, waar je de bal over het net opwarming, dus kan je zelf beginnen met gooien, die brengt die bal naar het net. Degene die gegooid heeft gaat onder het net. Terwijl speler C daar andere oefeningen doet, al is het maar ondertussen wat core oefeningen, zo der, en dat je dat opbouwt met slag, onderaan spelen, een eerste derde tempo verplaatsing daarbij terug over. Zodanig dat je met drie eigenlijk een molletje dat iedereen wel kent, denk ik, bal overslaan onder het net, daar pas geven naar speler B.
die dan hetzelfde doet met speler C aan dan net. En als die andere, dus daar kan je zeker mee gaan aan de slag met extra opdrachten, extra prikkels. Dus, maar dat is zeker, dat is creativiteit. Voor mij wil niet zeggen dat we, zoals je net hebt gezien, met een ballenkanon en een bal erbovenop. En het moet, ik bedoel, ik geef dat graag toe. In het begin, toen ik met Vital begon te werken, was het voor mij een bijna een ja, niet hopeloos, maar toch wel ergens zo een drang om het nog verder en nog creatiever en nog gekker te bedenken te gaan. Maar dan geef ik ook toe achteraf zoiets van, ja, dit heeft zijn idee verloren. Het verhaal erachter ben ik aan het verliezen. Dus ik ben nu veel meer van, oké, dus ik doe wel een challenge, maar er zit altijd een idee achter. Ik doe dat om die reden en daar zal ik straks ook nog wel even op terugkomen. En dan de laatste vraag voor deze eerste ronde is ook een beetje een bemerking. Oké, dat is allemaal mooi als je twee pleinen hebt. Maar welke club kan steeds twee pleinen aanbieden met 14 spelers? Hoe los je het op wanneer je maar één plein hebt? Dan, ik heb 19 spelers in Topsportschool Leuven en ik heb ook één plein vaak. Ik ga naar de action, ik koop met een dikke rekker. Ik span die over heel het lengte van een volleybalveld, dus niet in de breedte, de lengte. En ik heb plots een vrij grote zaal waar je in de opwarming van alle dingen mee kunt doen. Een rekker is zo gespannen, is direct weer weg. Dus ik kan zeker in het eerste uur, als je 2 uur traint of 1,5 uur traint, kan je het merendeel van die oefening op lang net, heb je niet zozeer die 9-op-9 lijnen nodig. Als je een verdedigingstraining wilt doen, je vindt er wel een lijn die op, dat je die dan gebruikt als referentie. Dus met ook wat creatief nadenken ben ik ervan overtuigd dat iedereen zijn hal of zijn plein dat hij heeft wel iets meer kan gaan indelen. Dus noods laat je het in een... Ja, laat je er wel 2 duo's over het net en de andere uit het veld over een lange kabel. Ik heb nog wat nog gedaan, tussen een paal en de muur nog een extra rekker hangen, zodanig dat je je net langer maakt, niet 9 meter, maar aan de buitenkant van de palen ook nog eigenlijk 2 kleine terreintjes, alle 2 plaatsen hebt waar je over het net dingen kan doen. Een badmintonnetje is altijd heel handig om zo'n dingen te doen. Daar nog ergens te gaan tussenspannen. Dus ik denk met wat creativiteit dat iedere trainer zijn veld of zijn ruimte wel wat kan vergroten. Oké, prima. Laat de vragen gerust maar komen. Dan behandelen we ze in een tweede vragenronde. En zoals altijd zullen we de meest gestelde vragen ook nog meenemen in ons naverwerkingsdocument. Dan laat ik nu graag het woord verder aan jou, Bert. Dank u. Wel, ik moet eigenlijk zeggen, ik begin het leuker en leuker te vinden, die webinars. Want als ik een live sessie doe van Clinic, en dan zijn er nauwelijks vragen. Maar dit is toch wel een drempel misschien die makkelijker is dan. Goed, waarom creativiteit? Dus wat ik wil zeggen, sorry, is bedankt voor jullie vragen. Dus aarzel zeker niet om die verder te stellen aan Christophe. En wie het nog niet gestuurd heeft dat Christophe jarig is, ook zeker niet aarzelen om hem dat te sturen. Waarom creativiteit? Waarom ik daar zo in geloof? Ik heb het net gezegd, het is meer funders en prikkels, dat is algemeen. Maar door ervaring heb ik ook geleerd dat het nog meer biedt dan wat we net hebben gezegd. Voor mij is het de manier om van gesloten vormen, oefenvormen, naar meer open vormen te gaan. En wat bedoel ik daarmee is, als ik zeg nu maar het tweede contact, we willen... Een tweede contact, dus de setter doet meestal het tweede contact, maar het gebeurt geregeld in elke wedstrijd dat een middenman is het tweede contact moet overnemen, de libero of zelf positie 6 zie je meer en meer, de receptiehoeken die het tweede contact overnemen. En dat gaat eigenlijk heel goed als we de bal kunnen opgooien, we weten dat we dat tweede helpen en die bal moeten spelen. Dat is een heel gesloten vorm dat ik een bal voor mezelf opgooi en toets. En dan merk je dat het merendeel van de spelers dat eigenlijk heel goed doen. Maar komen in 6 tegen 6 in de wedstrijd en het gebeurt dan zie je, wat die kan van een bal opgooien en toetsen, een heel gesloten vorm,
kan die eigenlijk nog niet toepassen in een open vorm. En dat is eigenlijk, ja, voor ons als, voor mij als coach is dat een heel denkoefening. Hoe kan ik toch meer die oefeningen laten aan bod komen in een open vorm? Want als ik hem gesloten doe, dan lukt alles. Maar als ik hem open doe, dan gaat het te vaak mis. Maar het probleem is dat in een open oefening komt het onvoldoende aan bod dat die persoon het tweede contact moet doen. Dus ik moet ergens gaan zoeken van hoe kan ik dat toch een beetje gaan enseneren dat tweede contact meer voorkomt of kan ik andere dingen. En met wat creativiteit kan je, maar dat is dan misschien niet in de opwarming, maar wel in je 6 tegen 6 dan meer aan bod komen. Nu hebben we een oefening, heel simpel. Dit gaat over een freebal. Ja, we moeten freeballen perfect brengen. Ik vind dat een heel belangrijk gegeven dat elke speler een freebal kan brengen. Maar ook daar, als die bal van over het net komt, wij weten, we zijn gefocust en we kunnen die bal brengen. Maar in een wedstrijd gaat het te vaak fout. En dan proberen we te zoeken naar oefeningen dat, we weten wel dat we met freebal bezig zijn, maar we moeten eerst toch nog iets anders doen om dan pas die freebal in te spelen. En dit is een vorm die we gebruikt hebben om freeballen te gaan met Elias. Dus hop, op het onderste moet proberen op de bovenste plank te spelen, in de straat is altijd even, en dan een freebal in de ring gaat proberen te spelen. Dus het is niet meer het bal van, het is uiteindelijk een freebal brengen, maar we gaan eerst wat andere dingen doen. Dus even die, moet je zeggen, de focus van, ik moet freebal brengen, moet even in je achterhoofd. Want we moeten eerst nog iets anders doen en dan pas die bal brengen. Dit is een heel lichter vorm om van een gesloten oefening naar iets meer open te gaan. Om uw hersenprikkel toch nog iets anders eerst te gaan geven. Waarom vind ik het nog zo belangrijk om creativiteit? Ik ben een grote ijveraar om, zeker al van op jeugdniveau, onze trainers en mezelf ook aan te sporen om onze spelers, meisjes, jongens, te leren lezen. We lezen wat er gebeurt aan de overkant, kijken wat er gebeurt. En daar kom ik, dat is het derde, dingen gaan aan koppelen. Wat gebeurt er aan de andere kant? Wat moet ik daar aan koppelen? En leren lezen, dat kan balbaaninschattingen zijn, maar dat moet ook kijken van daaraan dingen koppelen. En dit is een 2 tegen 2 spelvorm, waarin we een rekker hebben gehangen boven. Ik zal even op pauze zetten. Dat is ook wel. We hebben een rekker gehangen boven het net. Dus je ziet die rood-witte rekker. Wat hebben we daar gedaan? Ik heb een buis gezocht die past over de paal. Die kan je daar overschuiven. Dat zijn van die rioleringsbuizen, denk ik, van een meter. Dan kan je heel ik weet dat de meesten dat tussen de antenne doen, maar dan hangen die antennen om een duur zo, zo en zo. En ik volleybal al heel lang, maar ik ken nog geen enkele leverancier die een antenne zo goed kan maken dat die flink blijft hangen. Helaas, maar goed, dat is voor een andere kliniek of webinar. Dus op die manier kan je toch op een, die rekker goed aanspannen. En wat is nu de bedoeling? We spelen 2 tegen 2. In die opwarmingsvorm is het nooit springen, nooit zachte contacten. En ze moeten 2 keer de bal raken. Dus 2 contacten. 1 of 2 denk ik dat het hier is. Maar gaat de bal onder de rekker, dan moet je de bal met 2 handen spelen. Het eerste contact, gaat die over de rekker, dan speel je de bal met 1 hand. Dat is ook ergens niet alleen leren lezen, maar op die manier leert je ook wat spelers is een contact te maken met 1 hand. Dus hier spelers, deze gaat er tussen, dus dat mag met 2 handen. Die gaat er ook tussen, dat mag met 2, die gaat er over, dus dat is 1 hand. Hop, ook erover, 1 hand. Dus leren lezen, 2 handen, gaat er over. En dus een vorm om dingen aan te bieden, lezen wat er gebeurt aan de tegenstander. Daarom het heel belangrijk is dat we dat van in de jeugd al dingen aanbieden van dat te koppelen met ook als dan. Een heel mooie vorm die we, als dan is een heel mooi principe die ontzettend belangrijk is bij volleybal. En voor mij is dat een key, geen key, maar een extra, een speler kan volleyballen,
Maar een speler die het principe van als dan, dat zijn de echte toppers voor mij. Dus als dan, wat bedoel ik daarmee? We geven hier een vorm. We spelen, ik denk, 3 tegen 3. Alles moet uit de 3 meterlijn. Er staat een speler met een tweede bal in de 3 meterzone. En die is verplicht het tweede contact te spelen. Dus er staan er 2 in het achterveld en 1 iemand in de 3 meterlijn met een bal. De eigen bal moet worden gegooid, dus als A en B naast elkaar staan, C staat in de 3 meterlijn, ik speel over naar A, dan moet degene die in de 3 meterlijn staat, de bal die hij vast heeft, gooien naar de andere. En zij speelt dan, of hij speelt de bal over. We gaan hier even kijken. Dus op, kijk, die krijgt de bal en de blauwe speelt de bal over. Degene die de bal gevangen heeft, komt dan in de 3 meterlijn. Dus lezen, oké, hij heeft de bal, dus ik moet die bal aan hem geven en ik moet overspelen. Op, lezen, op, kijken, hij krijgt de bal op daar en ik speel over. Kijk goed hoe zij dit doen. Kijk goed hoe zij, ik ga het nog eens tonen. Kijk goed hoe zij dit doen. Dus ze hebben 2 contacten. En hier gebeurt eigenlijk, ja, hier hebben we een aanval. En dit, op, onderhandse bal, dus in de, ik denk 8 keer dat ze overspelen. Ja, dat is buiten. Is er 1 aanval geweest? Goed, onthoud dat goed. Opnieuw, ja, hebben we jongens, hier in dit geval, oei, toen was die weg. Moet het terug open doen, excuseer. Creatief omgaan met oplossingen. Het was plots weg. We gaan even naar daar moeten scrollen. Dat is het nadeel van een prezi, dat je die niet op de juiste slide direct kunt zetten. Maar goed, we zijn creatief, dus we gaan ermee om. We zaten al voorbij dit. Nog even. Die hebben we ook gehad, als dan. We zijn er bijna. Dat is ook tof. Dan gaan we het online doen. Oei. En dan is hier gokken. Ja. Twee harde contacten. Hier waren we. Dus je hebt gezien dat er 8 ballen waren met 1 aanval. Dus hier, zij spelen op deze manier. Dus voor wie de oefening nog niet duidelijk was, is het mooier hier. Dus A heeft een bal vast. Wordt overgespeeld. Op. En dan moet die bal gewisseld worden. Hoe kunnen we dit wel doen? Sorry, hier even terug. Dus we gaan even. Voilà. Dus A krijgt hier de bal en doordat A niks heeft gedaan nadat ze de bal of hij de bal naar C heeft gegooid, ja, moet hij onderhands overspelen. Wat hebben we nu in volleybal? In volleybal gebeuren er, ja, andere dingen. Nadat we een blokactie hebben gedaan, moeten we openen en de juiste kant. Dus degene die de ene die heeft wel aangevallen, die heeft dat correct begrepen, die ging achteruit, die opent richting B, zodanig dat hij terug in die bal kan gaan stappen en zo de bal overspelen. En wel kan gaan aanvallen en niet met de rug aan het net blijft staan, om dan alleen maar die onderhandse bal nog als enige optie te hebben. Dus dit is een perfecte oefening om ook te leren openen op naar de juiste kant om als middenman bijvoorbeeld, oké, langs waar moet ik openen om mij terug aan te bieden eerste tempo. Voilà, hopelijk valt u nu niet meer plat. Wat is nu, jullie hebben de oefening gezien. Wij gaan daarna een lichte aanpassing doen. Dus constant, wat ik heel graag doe, is constant andere prikkels gaan opzoeken. En de spelers toch uit te dagen om dezelfde techniek te behouden. Dus we doen dezelfde spelvorm, alleen zal de speler
die in de 3-meterlijn staat, de bal nu niet meer gooien naar de andere, maar die gaat die in het net gooien en de derde speler, die dus geen contact maakt, die mag die bal één keer laten botsen en dan moet die bal opgevangen worden. Dus het is niet meer gooien, ik gooi de bal in het net. Die speler van de twee die het eerste contact niet maakt, loopt naar voren en pakt die bal met één bots in het begin. Het kan ook zonder bots, maar aangezien het in opwarming gebeurt, wil ik niet te veel die versnellingen nog niet, die explosieve versnelling. Daar kan zeker al wat lopen in zijn. En nu gaan we eens kijken wat er gebeurt met onze toppers. Want ik moet in 100% alle eerlijkheid zeggen, de 19 jongens en meisjes die ik mag trainen, zijn allemaal toppers. Ik heb een goedkeuring om dit te tonen. We gaan eens kijken wat er gebeurt. Kunnen we een bal in het net gooien? Oh nee, die bal gaat over het net. Dus ik ben van overtuigd, als ik aan die speler vraag, speelster vraag, kan je een bal in het net gooien? Dat kan ze, maar doordat ze iets moet koppelen, hè, er zit nog een andere actie, hop, is ze even de, ja, een verkeerde prikkel die waar ervoor zorgt dat ze de bal niet in het net. We weten dat we geen zachte contacten mogen doen. Hè? Dus het mag niet bovenaan gespeeld worden. Dit is poging 2. Hop, de bal in het net gooien gaat al goed. Oh, we zijn vergeten ondertussen dat we niet mochten toetsen. Kunnen we een bal onderaan overspelen in het veld? Poging 3, dat is niet gelukt. Dan zijn we bij poging 4 en dan hebben we het onder de knie. Dus de bal komt over, maar dan is dat nog maar de eerste keer dat de jongens hier aan de beurt. En die hebben het al, die hebben nog niet zoveel geoefend, dus die vergeten ook hoe het precies in zijn gang ging. Dus hier deze speler moet de bal eigenlijk vangen, maar loopt dat net om over te spelen. Dus constant prikkels, je zal dat ook zien. Iedereen kan een bal opgooien en toetsen, maar laat eens een bal opgooien. Ik ga dat straks een oefening tonen, iets anders doen en dan nog eens toetsen. Dan zal het al een heel ander verhaal zijn hoe die technische behandeling van de bal zal zijn. Gehad, voilà. Dus ik wil u ook meegeven, als we gaan creatief dingen, dan moeten we ook aanvaarden dat soms eens een oefening niet heeft gebracht wat je had gedacht. Dat gaat ook met, ik moet eerlijk zijn, als ik een 6 tegen 6, dan denk ik van, oh, dat gaat, ja, zo, dat gaat spannend zijn als ik die score zo zet. Of dat is die bal en dat achteraf eigenlijk moet bekennen, want ja, eigenlijk heeft het niet gebracht wat ik wou, voor ogen had. Oké, pech, dan gaan we die oefening niet meer gebruiken of we gaan ze aanpassen. Wat betekent dat nu in de praktijk, waar jullie uiteraard zitten op te wachten? Hoe kunnen we nu, ja, creatief wat dingen, dus ik ga jullie ook, hoewel het een beetje tegenstrijdig is, ik jullie zeg van, ja, we moeten creatief zijn. Is creatief eigenlijk, ja, net niet gaan kopiëren, maar ik geef ook toe dat ik heel veel dingen van anderen zie en meeneem en aanpas. Dus ik wil jullie ook zeker graag een aantal dingen meegeven die ik al gebruikt heb. Dus zeker vrij om te kopiëren, hoewel het dan misschien net iets minder creatief is, maar eender zo. Dus we hebben al gezien in de praktijk een opwarming, wat kunnen we daarin steken? Fysieke zaken, technische zaken en andere, waar we het hebben over spelletjes spelen, oog-handcoördinatie, reactie wat trainen, tactische dingen zelf al, of multimove. Als jullie mij vragen, ja Brecht, wat wil je dan dat er in zo'n opwarming zit? Dan is mijn antwoord, dat hangt er vanaf hoeveel keer je traint. Dus train je maar één keer. Ja. Of train je twee keer of train je twee keer per dag. Dat is een groot verschil in wat je in je opwarming kan steken. Wat is de trainingsduur? Hoe lang train je maar een uur en een half? Dan ga ik zeker niet zeggen, train drie kwartier aan opwarming te besteden. Dus dat hangt er ook vanaf hoe lang de trainingsduur is. Dus daar moet een percentage in zitten. Nu, het voordeel is, vind ik, als je een opwarming direct kan starten met een technische techniek, ja, dan kan dat makkelijk een half uur tot drie kwartier duren, omdat je dat opbouwt. En we zijn eigenlijk, als het alleen maar gaat over lopen, stretchen, sparren, dan zou ik zeggen 5 minuten dat je dat mag gaan doen. Dat mijn advies is. Wat ik ook belangrijk vind, als je in een opwarming, ja, is wat zijn de noden van mijn team? Ik zeg maar, heeft mijn team, hebben wij nooit problemen in de wedstrijd met het tweede contact, dat verloopt altijd zuiver. Dan denk ik niet dat ik in mijn uitdagingen nog heel veel dat tweede contact ga oefenen. Dan zoek ik iets om een dekking te gaan oefenen of dan zoek ik iets om freeballen te gaan brengen.
En wat ook belangrijk is, waar jullie rekening moeten mee houden, is de timing in het seizoen. Het is logisch dat we in augustus, september, wat meer fysieke prikkels geeft in die opwarming, dan dat je dat in een tussenseizoen, één keer in de competitie, dat je wat minder die fysieke prikkels geeft. Nu, sowieso is lopen voor mij, rondjes lopen uit een boze. Ik vind wel dat je een basisconditie moet hebben, maar als je maar twee keer traint, gaan wij dat moeilijk kunnen aan, die basisconditie voorzien aan onze spelers. Dan moeten ze eigenlijk daarbuiten ook wel wat ingaan. Goed, dus op fysiek vlak, de basistechnieken, dus lopen. Ik heb gezegd, ik ben zeker niet voor rondjes lopen. Maar als we kijken naar deze oefening, dan zie je dat die jongens en meisjes wel genoeg loopbewegingen hebben. En voor mij veel meer gerelateerd aan volleybal. Volleybal is vaak links, rechts, op, naar voren, naar achter. En niet zomaar circulair gaan lopen. Dat heb ik. Tenzij, ik denk dat ze luistert, want heeft ze mij gisteren. Tenzij je Freya Aalbrecht bent en je hebt gescoord, dan ga je wel een hele mooie grote cirkel maken. Dat is de enigste ronde die we lopen om naar de service te gaan voor Freya dan. Sorry dat ik daar, dat is zeker niet lachwekkend bedoeld, maar nu ik weet dat Freya kijkt, dus dat is zeker niet erg gaat vinden dat ik dat zeg. Deze oefening, 3 tegen 3, alleen harde contacten. We spelen opnieuw uit de 3 meter lijn, want we willen nog niet die explosiviteit in verplaatsingen. Het is zonder springen en het is 2 contacten, maar we staan met 3. Dus dat wil zeggen dat er altijd 1 iemand geen contact zal doen. Dus degene die het eerste contact doet, gaat daarna een achterlijn raken. Degene die het tweede contact doet, het net. En degene die dus geen contact doet, doet een zijlijn. Ook daar kan je direct gaan zien wie het... Hier, op. We gaan hem nog eens laten tonen. Want nu laat het op. Service, 3 tegen 3. Ja, service, op. Dus daar het eerste contact. Op, je moet de achterlijn. Je merkt direct, wat heel goed is, kijk hier. We gaan nog eens hier kijken naar de... Kijk vooral naar deze speler hier. Ja. Kijk, op. Oké, geen contact. Heeft de zijlijn al geraakt voor het tweede contact. Kijk hier. Deze. Bal is al over. Ah ja, ja. De zijlijn. Kijk, dat is voor hem was het al duidelijker dan voor hem. Hij heeft de oefening sneller begrepen van, oké, wat is mijn naactie als ik iets heb gedaan? Dus nog zo'n helder. Hier, kijk hoe soms... Dan moet ik op. Nee, als je dit 10 minuten speelt, dan beloof ik u dat elke speler gaat vallen. Ja? Naar voren, naar achter. En wedstrijdjes vormen om het eerst tot 20 of weet ik veel wat, of timen. Ik ben in een opwarming ook zeker voor timen. Als je zegt, we spelen tot 25 in een opwarming, dan kan het zijn dat uw team 25-0, dan heeft dat maar 5 minuten geduurd, dus is uw opwarming niet lang genoeg geduurd. Wat ik voorstander van ben, is... We spelen bijvoorbeeld 10 minuten en als het na 10 minuten was de stand, oké, het is nu 15-15, dan kan je nog zeggen we spelen tot 18. Dus ik vind niet dat je je timing moet laten bepalen wie wint, want dan heb je het tijd winnen en zo verder. Nee, ik werk met een timing, 10 minuten, ik kijk wat de score is en dan doe ik daar nog 2 of 3 punten bij. Oké, om het eerst tot dan. En dan heb je een iets meer gecontroleerde timing van in je opwarming met toch punten tellen. Dus hier is een vorm van rond basisconditie, balcontacten maken en toch nog lopen terwijl we aan het lopen. Dit denk ik, hoop ik, dat elke volleyballer liever zal doen dan de rondjes lopen. Rond agility, we kennen het laddersysteem. Ik denk niet dat ik hier een nieuwe oefening ga tonen. Dat kan perfect met bal opgooien, tikken, tikken en die bal vangen. Hier is jeugd, dus dat is met gooien, dat kan met toetsen, dat kan met receptiespelen zijn. Dus zodanig dat je dat koppelt... Het voetenwerk aan ook een balcontact of een tijdsdruk omdat de bal moet gevangen worden. Hier was ook de rode stippen moesten met rechtervoet geraakt worden, de gele stippen met linkervoet. Dus ook daar nog een beetje gaan zoeken, oké, waar je kan die in andere vormen leggen. Hier waren er 4 stationnetjes in verschillende vormen om wat agility te gaan doen. Als we het hebben over core, neem ik even, ik ben zeker voor buikspieren. En zo verder, maar je kan dat ook aan een bal koppelen. Hier zie je wat oefeningen. Zijwaartse brug met de tip omhoog, op en van de bal, in plankhouding.
Zoeken zaken dezelfde. Hier rechts pompen met de bal. Ja, hier, sorry, links. Gaan we pompen met één hand op de bal doorgeven naar daar. Dat zijn allerlei dingen die je kan wat leuker maken dan het normale dingen. Dus bal toetsen met je voeten, de bal terug omhoog duwen en terug controle. Daar zit ook wat balhandeling in. En iedere keer je bekken omhoog duwen is ook een goede buikspieroefening. Dus dat zijn wat zaken die ik graag met jullie deel rond als het gaat over ik wil wat fysieke dingen in mijn opwarming om dat toch iets ja, creatiever te doen dan het gewone lopen of de gewone core zoals we net zagen bij die meisjes met de mooie trainingsbroeken aan. Als we liever wat techniek in onze oefening steken, in onze opwarming, basistechnieken. Ik heb in AS hebben zo elke vrijdag gewerkt, was dit onze opwarming. Je ziet hier de opstelling. Dus we hebben twee receptiespelers. R1, R2. We hebben vier die op 1 en 5 aan de service zogezegd staan. Het is opwarming. Dus het begint met gooien. En het is ook op 6 meter dat die nog staan. Maar dat kan je uitbouwen. Dus van gooi naar spinslag, naar floatslag en meer dieper en dieper naar de achterlijn gaan om te gaan serveren. Dus, pardon, O, 1 en 1 accent, die gaan tegelijk serveren. Ja, bal gaat receptie genomen worden. Zet in twee ringen of korven die je kan zetten of twee trainers die afhangen op een stoel of twee speelsters, sorry, die afhangen op een stoel. Je kijkt maar wat er kan. Hier, wij gebruikten toen korven en hier stond nog een reservespeler om af te vangen. Dus hoe gaat het dan in zijn werk? Dus je ziet hier serveren tegelijk. De receptie komt bij dingen. Ondertussen wachten zij. Je kan hun ook al wat core laten doen als ze wil. De bal komt bij de setter en die gaan alle twee trachten de bal erin te spelen. Ja, dus die bal gaat erin. Ondertussen, terwijl die pas al is gegeven, we gaan nog even terug. Vanaf het moment, dat is ook de timing, die pas is gegeven, wordt de tweede opslag al gedaan. Op deze manier krijgt uw receptiespeler een bal die van rechts komt, een bal die van links komt. En de setter, die ook iedereen doet, elke positie, speelt de bal in de ring. Dus gaat verder, hop, bal, de tweede bal komt bij de setter en die proberen ook die in de ring te spelen. En ook daar, het begint met opwarming, kan je gaan koppelen naar het einde toe. Oké, we stoppen als we 10 ballen in de ring hebben of de ring raken is een punt. En het doorschuifsysteem is gewoon de bal volgen. Alleen moeten degenen die hier hebben gevangen helemaal om. Dus het is goed dat je hier een reservespeler hebt staan. Dat is wel belangrijk. O1 gaat naar O2. O2 naar de receptie, receptie naar pas, pas naar afvangen en dan zo door. Ik denk dat ik het hierachter, ja, voilà, hier staat het, hoe je kan doorschuiven. Ik vind het een heel interessante oefening, omdat daar eigenlijk, zoals in de naam het zegt, alles zit erin. Er zit opslag in, ik bedoel, de schouder opwarmen zit erin, er zit receptie in, er zit tweede contact in. En ja, naarmate je het opbouwt, kan je er ook nog de slag uiteraard insteken. En als je dan met een libero werkt, die kan je vragen, oké, libero, jij moet niet hier staan, want het is niet zo zinvol dat jij bovenhands gaat pasgeven in de 3-meterlijn. Dus jij loopt van hierin, telkens als de receptie komt, van daarin lopen, in de 3-meterlijn, dus onderhands pas uit de 3-meterlijn, bovenhands, wat uiteraard vrij logisch is. Voilà. Wat kan er nog in zitten? Balhandling vind ik ook heel belangrijk. Een vormpje van balhandling van. Even. Verdedigen met twee ballen opgooien. Verdedigen en de twee ballen vangen met één bots of zonder bots. Kan. Balhandling, nog balhandling op. Eén armcontacten ben ik fan van. Dat iedereen wel wat controle heeft van één armcontact. Ondertussen balletje onder de poort, laag, hoog, benenwerk en zo verder. Wat kan je daar nog in steken? Dingen die minder aan bod komen in een training. Bijvoorbeeld het tweede contact, bijvoorbeeld een freebal brengen. Omdat dat ja, niet
Ja, als we al de tijd daar moeten in spenderen, kunnen we niet genoeg teamplay doen, kunnen we niet genoeg service, receptie trainen. Dus ben ik zeker voorstander om dat al genoeg aan bod te laten komen in uw opwarm. Een voorbeeldje daarvan, hier een spitsbal, al een hoek duwen, al doorgeven, dus een freebal brengen, daar een tweede contact. Dus een hoekgreep, komt die bal daarbij in een gewone vorm. Te logisch is, hier moeten ze nu een beetje gaan zoeken en ook iets meer ja, prikkels, zoals we daarnet hebben gezien. Dus dingen die minder aan bod komen. Ook voorstander, als je, hoeveel libero's hebben we niet die een bal die afwijkt op het blok en links buiten het veld gaat, waar onze rechtshandige libero met de rechterhand aankomt. Zeker al bij jeugd genoeg aanbieden dat we rechts-links kunnen spelen. Een oefenvorm, een beetje in scène gezet, dus op bal laten opbotsen, spelen, andere kant daar spelen en twee ballen erin proberen pas te geven. Dus bots, één hand spelen, op één hand spelen. Daarna breid je dat uit dat die bal verder moet gegooid worden, dat we die rol kunnen insteken om zo verder één hand, beide handen te stimuleren om dat toch wat meer te doen. Als we dan gaan denken in die technieken, ben ik enorm, ja, hoe probeer ik dan creatief daarmee om te gaan? Dan ga ik elke techniek proberen te ontleden. Dus wat bijvoorbeeld, als we het hebben over het tweede contact, wat is de verschillende facetten van die juiste techniek? Bijvoorbeeld handenstand, we moeten van ons gewicht van laag, we moeten laag onder die bal kruipen en dan heel groot uitstekken, zodanig dat we ons benen bewegen. En dan een follow-through dekking gaan doen. Dus dat zijn allemaal verschillende facetten. En daar probeer je daar af en toe een keer alles uit te halen. Ook af en toe maar één ding. Dus hier is een oefenvorm van waar we werken rond het focus leggen op laag-hoog. Ik ga hem nog eens tonen. Dus hij gooit de bal. Zo, hij gooit de bal op. Vangt die bal van laag-hoog. En dan past in een ring. Dus dat zijn vormen om één facet vanuit de techniek eruit te halen om zo verder te gaan opbouwen naar de volledige techniek in zijn geheel. Ik ga deze er nog bij doen en dan zullen we nog even een vragenrondje geven. Ja. Andere dingen in een spel, ik ben zeker tikker graag, maar als je tikker kan spelen waar er twee ballen zijn, we zijn met 10 en we hebben twee tikkers wel, want dat is vrij moeilijk één keer dat we dat doorhebben, dan geef je twee, dat ik denk dat jullie dat wel kennen, het gewone tikker weg, maar met een bal, die kan niet getikt worden, maar als iemand achter iemand anders loopt, kan ik die bal naar daar spelen en zo moeten jullie trachten de tikker vrij te ervoor zorgen dat hij altijd achter iemand loopt die eigenlijk een bal vast heeft. De ene keer dat goed is dat goed doorhebben, is dat echt wel best ook een intensieve oefening en is dat ook leuker dan het gewone tikkerwerk uiteraard. Oog-handcoördinatie, daarvoor heb ik een filmpje gebruikt van Bart Jansen, wat ik heel interessant vind, knap gevonden. Creatief omgaan met dingen, zelfgemaakt met drie beentjes, drie kleuren. Dus ze gooien naar elkaar en ze roepen de kleur waar je het moet vangen. Best goed in de dames. Hop, dus dat is de eerste vorm, gewoon gooien rood op, oog-handcoördinatie. Kan ook nog met rechts-links werken. Als dan aan koppelen, gooi ik ze uit. Dus leg je die eerst één erop, dan kijken. Eén op een swissbal, laten we botsen. Dus we komen direct. Dus het voorwerp ligt op de bal. En dan laten we het botsen. En dan gaan ze nog verder met twee. Dan moeten ze de twee vangen. Hier zal juist de kleur moeilijk, maar zij slaagt er toch in om twee keer rood. Dus nogmaals, ik deel graag. Dus delen is vermeerderen. Dank u Bart dat ik dat mocht gebruiken. En met wat creativiteit, zelf dingen gemaakt, kan ik alleen maar toejuichen. Wat kunnen we nog trainen? Reacties trainen. Verschillende zaken tegen een muur gaan slaan. Dat jij met gezicht tegen de muur, dat die bal van de muur komt en daar gaat spelen. Zeker allemaal mogelijk. Tactische dingen.
Ik heb een filmpje gevonden, we hebben het ook ooit gedaan zonder sprong, maar hier is het al met sprong, maar het kan perfect zonder sprong, waar wij in het begin van het seizoen aan het oefenen zijn om lijn en dia te gaan blokken. En we hadden toen onze kinesist die fitlights mee had, dus we hadden op de palen hadden we die geplakt en als het rood was, was het lijn open. Als het groen was, moest zetten. Dus je ziet hier de groene, hier een rode, dus de verdedigers zien, oké, dus groen, dan moet ik daar gaan staan, dus rood, moet ik daar gaan staan. Dus nogmaals, ze zijn met sprong. En dan moet ze tikken, zo. Een andere manier is aan het instellen hoe je lijn dicht, ja, de verdediging daarop instellen. Uiteraard, in uw opwarming kan zeker ook nog wat multimove. Ik denk niet dat ik daar filmpjes moet van tonen. Dat vinden we genoeg op internet. Dus dat is zeker daar te vinden en creatief mee. Voilà. Zoals ik al zei, graag, kopieer het. Maar, zoals ik daarnet ook al heb gezegd, gooi het niet zomaar ergens in een oefening. Weet wat verhaal erachter zit, wat je ermee wilt bereiken. Nogmaals, als die oefening, ik zeg nu, uw team perfect freeballen en tweedehandscontacten doet, kan je misschien, maar fysiek niet zo goed is, kan je misschien beter daar gaan aan werken dan die oefening met die swissbal te gaan gebruiken. Dus zoals Emile Rousseau het zei, er moet een verhaal achter zitten. Wat past hier in deze oefeningen bij dit team, past niet bij jouw team, dus met wat lichte aanpassingen misschien wel. Dus ga op zoek wat jullie nodig hebben, ga op zoek wat uw team nodig heeft. Ik dacht dat er nog een vraag zou komen, mannen, vrouwen, werkt dit even goed bij mannen als bij vrouwen? Dus die wil ik ook al direct gaan beantwoorden. Voor mij ja. Ik wil alleen aan vrouwentrainers meegeven en vragen. Mijn gevoel is dat van nature, zeker bij de jeugd, maar ook op senior niveau, provinciaal en zo verder, de dames niet zo competitief zijn ingesteld als de heren. En aan wat dingen merken we dat. 2-2 spelen zij ontzettend graag. Maar als mannen dat doen, die gaan heel snel gaan zoeken, oké, waar liggen hier de key points om te winnen. Bij dames gaat het gewoon, oké, dit is plezant, dit gaan we doen, die gaan. Dus wat wil ik zeggen, steek die competitie daarin. Dus noods met bonussen voor de winnaars en symbolische strafjes voor de verliezer. Want ene keer de dames die competitiegeest hebben, dan gaan ze nog harder dan mannen. Dus, maar het is in het begin een beetje zoeken en die echt moeten wat gestimuleerd worden om echt te spelen, om te winnen, om elkaar op de grond te doen vallen. Om elkaar. Maar ik moet zeggen dat in AS een heel fijn tijd is geweest en zag je echt de evolutie in het gewoon met elkaar spelen, naar het einde tegen elkaar spelen. En als de bal binnen-buiten was, evenzeer zoals de mannen daar om vechten van nee, die was wel binnen en kwaad worden als iemand zijn gelijk niet kreeg. Dus zeker. Ik denk dat ik bijna ten einde ben aan wat ik jullie wou vertellen. Ik heb nog wat extra, nog wat challenges op beeldmateriaal 2-2, nog wat 3-3. Dus graag stay tuned om dat te zien, maar ik zal eerst nog een vragenronde inpassen. Christophe. Ja, en inderdaad, weer veel vragen binnengekomen. Zijn er een aantal die aansluiten bij het eerste deel, maar ik zou even ook even willen gaan naar tactische. Dus een van de vragen die is binnengekomen, hoe snel geef je tactische tips om het spel te verbeteren? Is het al bij de uitleg of is dat tijdens de oefening? Zoals ik in een van de slides hier heb staan, laat ruimte om zelf die oplossingen te gaan zoeken. Want soms heb jij wel, ja, ik laat het dus, mijn antwoord is, ik laat het heel open in het begin. Ik laat het heel zoeken. Bijvoorbeeld als we kijken naar het eerste filmpje dat ik jullie toonde van Chaos, waar ze 6-6 spelen. 4-4 of 5-5 was het toen, met de twee ballen.
is het, omdat we het al veel hebben toegepast met andere teams, weet ik dat het veel efficiënter is als er twee ballen in het spel zijn om met één contact altijd over te spelen. En als jouw team een bal moet gaan halen, dat je onderaan, dat je in drie contacten speelt en heel hoog, zodanig dat je je partner, je teamgenoten tijd geeft om die bal te gaan halen en terug. Zodanig dat je ook de bal langer bij u houdt, zodanig dat de tegenpartij minder kans heeft om te scoren. Maar dat zeg je uiteraard in het begin niet. Zij moeten zelf die dingen gaan zoeken van wat werkt voor ons het beter. Voor hetzelfde geld is één team met iemand die heel groot is, die uit stand de bal naar beneden kan slaan. Ja, dan kan zij misschien wel met twee contacten werken, die bal op het net duwen, dat die naar beneden kan slaan. Dus voor elk team is er wel een andere tactiek, dus ik laat dat zeker in het begin open. Maar in het geval van die oefening met het alternerend overspelen, is het wel het idee om daarna te gaan naar meer zone in receptie, dan moet je dat wel gaan stilletjes gaan toepassen. Maar zeker niet in het begin. Die dingen, laat ze zelf maar wat oplossingen zoeken, laat ze zelf maar wat denken. En zelf komen ze soms op dingen die jij als coach nog niet had bedacht, wat zeker ook werkt. En flexibiliteit laat zelfs soms toe om, dat was mijn idee, om, maar nu heb ik dit, ze hebben zo opgelost, dus we gaan dan die richting uit om nog wat extra oefeningen bij te geven. Oké, aansluitend erbij, dus als de oefening bezig is, bouw je tijdens de opwarming, tijdens de training, voldoende reflectiemomenten in. Bijvoorbeeld, de spelers moeten zelf naar een oplossing zoeken, maar misschien kan het zijn dat je ook verwacht dat ze zelf achter de achterliggende bedoeling gaan zoeken om de spelers gefocust te houden. Zeg nog eens dat laatste. Wel, het gaat er gewoon om een reflectie. Dus worden er voldoende reflectiemomenten ingebouwd, zodat de spelers gefocust blijven. Ook daar denk ik dat dat bij jeugd sowieso moet. Daar zijn we nog meer in opleiding bezig. Ik vermoed als je een heel ervaren team hebt, waar je 2-2, die gaan eerder zoiets hebben van, die misschien eerder iets hebben van, hey coach, laat ons spelen. De reflectie doen we dan wel na de training of zo. Dus dat hangt een beetje vanaf wat de nood. Maar bij jeugd vind ik dat een absolute must. Op senior niveau zou ik eerder zoiets hebben van, kijk wat uw team nodig heeft, van niet elke speler op C-licentie niveau in provinciale staat daar om nog heel veel te gaan verbeteren. Gewoon, die willen gewoon spelen en plezier hebben en winnen. Ja, oké. Goed, en dan een vraag die af en toe wel eens aan bod komt, wat met kwetsures. Direct beginnen volle ballen zonder dat de schouder echt opgewarmd zijn. In welke mate ga je dan onmiddellijk toetsen onderhands of die slag uitvoeren? In welke mate is er dan geen gevaar naar blessures toe? Nee, ik doe het al heel lang en ik heb eigenlijk nog geen enkel blessure ermee meegemaakt. Zeker niet van schouders. Ik vind dat toetsen en onderhand zonder enige vorm van opwarming kan. Het slaan is voor ook heel... ik heb gemerkt dat het slaan voor heel veel spelers afhankelijk is. Ik ken spelers die nu kunnen rechtstaan vanuit deze webinar en een jumpsurf kunnen doen zonder enige opwarming. Maar ik ken ook spelers die toch een tiental minuten die schouder moeten warm draaien. En die heb ik ook gehad. En daar ben ik uiteraard wel voorzichtiger in, want de schouder is een heel complex gewricht en ook een belangrijk gegeven voor te kunnen volleyballen. Dus daar laat ik vaak alleen mee gooien. Sommigen gaan naar, ik zeg altijd, bouw je schouder op zoals jij het voelt, want dat kan ik als trainer eigenlijk niet voelen. En dan merk je dat na twee keer gooien één al begint te slaan. En een andere pas na 10 of 12 of 15 keer gooien, wat begint te gaan slaan en heel rustig. Dus daar laat ik zeker de ruimte om die individueel op te warmen. Dan, dat ging over het feit over wat bij iets oudere spelers. De volgende vraag is, is het soms noodzakelijk bij een jonge ploeg om ook bepaalde drills te laten terugkeren, in plaats van altijd creatief te zijn? Dat vind ik een heel goede vraag. Ik ken een trainer waar ik mee gewerkt heb. Die heeft een
ja, kleine 80 oefeningen. Dat is dan wel op senior niveau. En het voordeel daarvan is, die zegt, we doen vandaag de, ik zeg maar, de Swedish exercise. En dan weet gans je ploeg wat er gaande is. En ben je aan het werk in 1 minuut. Als je het heel creatief en loopt, dan kan je soms aan 5 minuten uitleg zitten voor ze er aan de slag kunnen. Dus dat wil ik zeker ook meegeven dat dat niet de bedoeling is. Als je dat doet, bouw het op. We beginnen met deze vorm en daar komt altijd iets bij dat je niet direct de 5 minuten volledige boterham geeft, maar ze moeten stilstaan en luisteren en eigenlijk toch al na minuut 1 zoiets hebben van ik zal wel zien hoe het in de praktijk loopt en ik zal dan wel zien wat er moet gebeuren. Dat is 1. Drills, dus, en zeker bij jeugd vind ik dat, maar ja, bedoel, die drill die ik net gaf, all included, dat was voor mij ook een drill. Die hebben we elke vrijdag gedaan. Ik denk 3 jaar aan een stuk, het eerste 10, 15 minuten. Dus ik ben daar zeker voor te vinden om ook drills aan te bieden. Niet alles wat moet elke keer nieuw of vernieuwend zijn om die prikkel te hebben. Ik bedoel, als wij gaan volleyballen is ook de drill 1, 2, 3 scoren. Dus ik ben zeker ook voor drills. Maar in een drill kan je nog wat lichte aanpassingen doen. Als je, kijk, hè, wat ik daarin kan meegeven is, als je merkt dat ze dingen gaan doen op automatische piloot, dan is het voor mij een lampje die gaat branden om te zeggen van, we moeten eens iets anders gaan doen, we moeten het eens wat gaan aanpassen. Dat is hetzelfde met, ja, ik laat mijn setters elke training, terwijl de anderen het net opzetten, doen zij een 5 of 6 oefeningen. Als er een gans jaar dezelfde 6 oefeningen zijn, ja, dan weet ik dat zij na een maand en een half zoiets, ja, zonder echt gefocust die dingen, dan doen ze die oefening, maar dan denken ze niet bij na, dan zijn ze niet actief met die handensetting en zo verder bezig. Maar als dat een maand is, kan dat perfect en dan terug aanpassen. Dat is hetzelfde met ons lichaam. Als we gaan fitnessen, heb je ook af en toe een nieuw programma nodig om je lichaam wat anders te gaan prikkelen. Anders ja, heb je alleen maar zo borstspieren als je nooit aan een andere oefening doet. Dus ik geloof dat ons brein net hetzelfde is, die we af en toe ja, dezelfde oefening op een andere manier moeten kunnen doen om niet in die automatisme te geraken. Ik ga er nog 2 uitpikken voor nu. De eerste is volgende. Regelmatig refereer je. Ja, het is niet de bedoeling om altijd het warm water opnieuw uit te vinden. Dat je teruggrijpt naar een aantal oefeningen, naar een aantal ideeën. Natuurlijk, de vraag die dan aan bod komt, bestaat er zo'n database? Maar meer bepaald zou ik misschien de vraag als volgt formuleren. Waar gaat u vooral op baseren? Dus wat zijn de grootste inspiratiebronnen voor jou om te komen tot deze oefeningen? Voor mij is dat het ontleden van elke techniek. En bedoel, iedereen weet dat we onze schouder achteruit moeten brengen, hoog om te slaan. Maar ik zie dat er heel veel jeugdspelers en ook volwassenen daar niet toe komen om dat op de manier te doen. Terwijl als je vraagt, doe je schouder daar, dan kan iedereen dat doen. Maar in een slagbeweging lukt dat niet. Dus probeer ik constant naar dingen te zoeken, naar oefeningen waar dat in moet gebeuren, dat ze die keuze niet hebben. Ik ben constant op zoek naar... Dat is voor mij zo'n beetje de basis waar ik vertrek. Ik kijk naar wat ik wil, de beweging en hoe we die op een niet-normale manier toch ook kunnen bewandelen. Dus dat is een pad die er ligt, die ze elke dag bewandelen, maar ik probeer toch op dezelfde plaats te komen via een klein zijpadje. En soms is dat maar 1 klein triggertje. Heel simpel, bedoel, laat eens uw setter, ja, ik ben overtuigd, we hebben allemaal goede setters, maar geef eens een setter al een bal in zijn of haar handen. De receptie komt, ze gooit die bal op, geeft pas op de receptiebal en pas op haar gegooide bal of zijn bal. Je moet eens kijken welke technische uitvoering je dan soms ziet. Wel, voor mij is dat een teken dat het nog niet volledig in de juiste controle zit. Vorige week was Mats, dus die kon dat veel beter uitleggen.
Die beweging die zit er nog niet voldoende in om andere zaken al te kunnen bij te zetten. En een setter heeft dat, of een middenman heeft dat ook nodig om te gaan kijken, wat is mijn blokkerslijn aan de overkant, waar is mijn receptie, wie is er goed in aanval, waar is het vorige rotatie gespeeld, al die dingen. Als je dat allemaal in je hoofd moet verwerken, ja, dan moet je je techniek goed onder controle hebben. En dat lijken voor mij zo manieren om te zien, ja, dat is nog niet in orde. Dus dan moeten we dan nog eens wat andere kronkels gaan. Maar een echte database heb ik niet. Ik heb al serieus... Gelukkig bestaat er smartphone, of ik had een serieus probleem, omdat ik af en toe iets begin te filmen, maar ik heb niks opgeschreven in heel mijn trainingen, carrière, dat ik wel uw training voorbereid, maar dan, ik heb dat niet bij een boek of eender wat. Ik probeer gewoon elke dag nieuwe dingen daaruit te... hetgeen wat werkt, blijf ik behouden natuurlijk, maar af en toe wel wat aanpassen en zo verder. En dan van collega's dingen zien en na zelf uitvoeren en wat aanpassen. Dat is ook een goede databank. Veel kijken naar anderen. Zoals het hier op dingen staat, hè. Het is besmettelijk, dus geef het door. En de ene die, bijvoorbeeld wat Bart heeft gedaan, ik vind dat heel knap. Ik bedoel, daar kunnen zeker heel veel trainers mee aan de slag, dus op. En misschien past iemand anders dat aan naar een bal die met kleuren en je moet op die kant proberen slaan, weet ik het. Je bent vertrokken, hè. Je moet alleen durven de oogkleppen van ons heel groot regelboek van volleybal even een keer te ontwijken. Dus bijvoorbeeld, ik heb het niet meer gevonden, maar er is een 2-tegen-2 spelvorm waarin de twee teams op dezelfde helft moeten scoren. Dus die moeten om op te bouwen, moeten naar de andere helft gaan en te scoren op dezelfde helft. Dus die wisselen constant af. Dus uiteindelijk speel je op één helft 2-tegen-2, maar moet je altijd naar dus een verdedigingshelft en een aanvalshelft. En dat is uitgevonden door Yannick van Harskamp. Dat is out of the box denken. Dat is ontzettend. Of bijvoorbeeld 2-tegen-2 spelen, maar je partner staat tegenover u aan het net en jij speelt op deze helft van het plein en de andere twee staan daar en je moet over het net op die helft scoren en je kunt wel onder het net bij je partner gaan helpen. Zo'n dingen, dat is gewoon de regels even wegdenken en wat kan nog een extra trigger bij volleybal geven. En dan de laatste vraag, maar die sluit al een beetje aan voor een stuk wat daar bovenaan staat binnen het extra challenge verhaal. Een trainster die aangeeft, ik heb spelers die nogal weinig inzet tonen op training. Op welke manier kan je dan hun inzet, motivatie gaan verhogen? Het verhaal van de challenges zal er eentje zijn, maar zijn er nog andere tips in die richting? Competitie sowieso, hè. En bij competitie, Dominic Baez die zei altijd, en ik moest er toen mee lachen, maar uiteindelijk is dat ook zo, als je competitie aanbiedt, verliezen moet altijd een beetje pijn doen en in het begin een opwarming vinden heel veel spelers dat niet zo erg als ze verloren hebben, maar als je gewoon daarom, zeg ik altijd symbolische straf, als je ze twee burpees laat doen of iets, of een koprol, wat dames helemaal niet graag doen, dan gaan ze zelf al zoiets hebben van dat wil ik de volgende keer toch niet meer. Dus dat een beetje aan koppelen en winst-verlies aan koppelen is voor mij een hele grote motivator. Nu, langs de andere kant, ben ik meer voor intrinsieke motivatie. Dus is het ook het spel. Ik denk ook dat met creatieve oefenvormen ze ook die oefeningen makkelijker met plezier gaan doen. En als je met plezier gaat doen, als je die 6-tegen-6 chaosvorm ziet, dat was de eerste keer dat wij met de topsportschool een spelvorm hebben gedaan. Die gaan uitgelaten als een veulen die voor het eerst in de wei mag. Lopen die rond en hebben die plezier. Dus dat kan ook wel zeker helpen. Goed, dan laat ik u aan het extraatje. Misschien nog één ding daarbij. Het geluid komt heel goed door, maar op het moment van een uitleg bij de filmpjes, dan je wel weg. En dat zal waarschijnlijk zijn omdat daar ook geluid op is. Dacht het. Oké. Goed, dank u. Let erop. Wat ik wel nog twee dingen wil meegeven. Eén, als je 2-tegen-2 gaat spelen of 3-tegen-3 en je hebt 14 spelers, dan staan er best wel wat als reserve aan de kant.
Dus voorzie ook dingen daarvoor, maar moet ik zeggen, het is geen drama als die een minuut daar niks staan doen, want in die 2 tegen 2 komen ze dan terug aan bod en ik laat dan wel de verliezer, bijvoorbeeld bij 2 tegen 2 is het vaak de winnaar, die laat ik even op en af lopen om, ja, om in beweging te blijven of doet je wat oefeningen doen. Ik heb ook al een nieuw ding bedacht. Vroeger toen we 2 tegen 2 en Vital doet het nog zo, is dus twee teams en de reserve staan achter en de winnaarteam die blijft gewoon altijd staan. En zo schuift de, ja, als de verliezer gaat eruit, er komt een nieuw team in. Dus dan, kan het, dan heb je soms een wachtrij van 4 koppels. Dus daarom vond ik dat net soms iets te lang. Vind ik het beter om 2 tegen 2 te spelen, maar als je 6 hebt, als je 12 spelers hebt, dat je 6 aan de ene kant en 6 aan de andere kant. En die 3 koppels, 2 keer 3, die spelen tegen elkaar. Ook nog altijd met de winnaar mag blijven staan. Maar dan heb je maximum maar 2 dat je instapt. En heb ik wel, als je als team 3 keer wint, dat je er wel uit moet, want anders staan je 2 duels achter nog te lang te wachten. En dat is een vorm waar je toch makkelijker, ja, meer aan bod komt dan in de wachtrij, die soms net iets te lang is. Nu op topniveau, als je 2 keer traint, is dat niet zo erg, omdat erna nog genoeg uren zijn. Maar als je maar 1,5 uur hebt, dan is elke minuut die je stilstaat eigenlijk een minuut te veel. Dus dat wil ik daar zeker bij zeggen. Ik wil ook zeggen, we gaan nu een aantal filmpjes alleen bekijken. Dus ik heb mijn verhaal gedaan. Graag welkom om te kijken wat ik nu nog van een aantal filmpjes toon. Maar ook voel je zeker niet verplicht om nu nog te gaan kijken naar een aantal filmpjes van het verhaal dat ik net heb verteld. Dus ik ga deze afsluiten. En dan ga ik gewoon mijn mapje openen. Extra materiaal met een aantal challenges die ik ook nog gelukkig in mijn smartphone had zitten. We zullen beginnen met de challenges. Dus dit zijn dingen die van de start zonder op... Is het zo beter, Christophe, als ik dit gewoon doe? Ben ik zo verstaanbaar nog als ik dit doe? Nee, het komt op hetzelfde neer. Dus hier, bal van op de grond. Dus hier hebben ze 0 opwarming, 0 gestretched daartegen. De jongens vinden dat we de stof mag 1 keer botsen en het onderhandse contact. Soms komt er een bal laag dat je niet bovenhands het tweede contact kan doen. Speel je dan in de ring. Dit team speelt tegen dit team. De verliezer heeft uiteraard een opdracht. Dus dat is challenge 1. Een andere challenge. Bal onder het net staan omhoog spelen. Daarop laten botsen en dan ook die bal als tweede contact in de ring. Ik vind het tweede contact ontzettend belangrijk, dus dat, bij mij zit dat er heel veel in. Als je ook met topcoaches babbelt, is dat ook voor hun een topic die echt belangrijk is. Dat tweede contact, iedereen moet een pas. En daar kun je niet genoeg aan. Libero Tim, die heeft dat begrepen. Hier tegen een blokbord slaan, een dekking en de bal erin toetsen. Als contact die paal staat hier, dat ze niet al direct naar daar kunnen spelen. Dus ze moeten er rondlopen. Want dan ga je ook zien mensen die altijd addertjes, nee, niet addertjes, maar de dingen vinden om het makkelijker te maken. Dus die moet je voor zijn. Dus heb ik daar een paal bij gezet om dat ze er rond moeten lopen. Nog een challenge. Tegen de paal spelen, weet niet echt waar die uitkomt. Kijk, voilà, dit is de ruimte die je vrijlaat. De bedoeling was op pauze zetten. De bedoeling was dat ze opnieuw hier, dus de paal die is rond, dus die kan wel alle kanten wat, dan spelen ze. En dan gaan ze hier moeten schuiven, waardoor dat ze laag komen om dan terug uit te strekken. Maar Kobe, kijk, heeft het. Dat is de creativiteit van de spelers die je moet toelaten. Er zijn al genoeg reddingen met een voet gedaan. Een achterwaartse aanval van een kapet. Dus Kobe beslist hier om dat gewoon met de voet te doen. Okay. Goed. Mijn idee van laag hoog is hier weg, maar de bal gaat. En dat is toch de bedoeling dat er een speler een goede pas krijgt. Dus dit is beter van hetzelfde idee. Hier wou ik dat ze rond een bal laten lopen. Heel vaak hebben spelers die onder een hoge bal komen, die gaan eronder staan. Waardoor als ze dan indraaien, de bal achter hun hebben. Dus vind ik het goed dat ze rond die bal
waar de bal gaat komen, dat ze daar rondkomen en dan instappen. Dus wou ik dat creëren met deze oefening. Dus rond en dan instappen. Dat was hier het idee om een beetje core erbij op, rechts staan en op de box. En dan moesten ze de bal bovenop botsen en pakken. Nog een challenge, dus het was slagen. Dit ga je zien als je ermee begint. Direct slag voor de dame die gaan, diegene die dat niet direct mee in hun schouder nog niet kunnen slaan. Dan laat je die maar eerst een paar keer tegen de muur gooien. Of wat ik ook soms doe is, ja kijk, zorg dat je schouder warm is als we aan de training beginnen. Want we doen dat en dat kan perfect. Terwijl sommigen het net aan het opzetten zijn, dat zij al wat warm draaien. Dus dat kan. Tegen een bord slaan in het net, bal uit het net halen erover en bal in een ring spelen tegen elkaar op. Dat zijn allemaal dingen die je nu balbaaninschatting laag blijven verplaatsen, schuiven, spelen, die ballen brengen. Hier twee schouder, twee keer tegen een bord vorm slaan, deze helpt ook. Juiste richting spelen, wat ik ook heel interessant vind. Voilà, dus dat waren wat challenges. Oké, goed. Wat 2 tegen 2 oefenvormen. Dus hier zie je, ik zal even houden zetten. Kijk, hier staat een duo die bij dit duo werkt en hier een duo. En dit duo heeft verloren, dus die zijn nu aan het lopen. Omdat dit hier de zaal voor mij niet lang genoeg is, moeten ze opzij lopen. Ze hebben een bal in de hand. Daar mag hij gewoon mee, die heeft hij vast, dus hij mag met zijn rechterhand spelen. Maar die bal, als deze bal waar ze mee spelen over het net gaat, moeten ze deze bal wisselen via het platform. Dus dat is ook interessant om na een aanval van opwekking over wisselen. Dus ook daar direct kunnen loskoppelen. Ik heb overgespeeld, was mijn volgende actie. Hier was het, het idee, je begint met één arm. Dus je begint met één arm, één contact. En per keer dat je een hoofd of voet gebruikt, krijg je een arm extra om de rally te winnen. Die mogen nu al met twee armen gebruiken. Uiteindelijk na als de schuur. Die scherpen zitten bijna dagelijks als ze een rally winnen. Dus dat is voor mij altijd een barometer van oké. Hier ligt een Swissbal, twee contacten. De Swissbal moet van de ene zijlijn naar de andere. Dus lopen. Kijk, je hebt een fysieker. Een van de dingen. Bal hoog spelen als je partner nog niet laat. Kijk, je bal als iemand daar heeft. Dat is het. Spelen met twee ballen, dus ook hier kijk het plezier. Dat is voor mij ja, een teken van oké, hier zijn ze met dingen bezig. Red Dragons. Bal uit de korf halen en dan hier in de ton spelen. Langs die bal niet in de ton hebben gespeeld, dan ze niet aan. Dus alles bezig en onder. En ook hier laten we de ruimte, ga je zien. Kijk, hier probeer ik eenmaal. In de stem. Zo met één contact. En wat je dan soms ziet, is dat gewoon. Kiezen ervoor om niet in de bal te gaan halen en heel erg goed de rally uit. Ze doen geen oefening meer. Ze doen geen poging meer om de bal te gaan halen. En daar komt zij ook hier niet meer.
en te winnen met alleen onderhands. Een keuze, bedoel, de optie is er als die bal hierin is, kunnen ze aanvallen. Als zij denken, we kunnen makkelijker winnen zonder aanval. Hier hebben we een oefeningetje met drie. Eén die je nog niet gezien had. Dus twee achterspelers hebben hier de bal en degene aan het net niet. Degene die de bal niet krijgt, ja, moet zijn bal, degene die de bal krijgt, moet zijn bal aan de voorspeler geven. Die moet die bal terugspelen en dan over. Terug. En hier is het ontzettend moeilijk om te kunnen loskoppelen. Die bal moet ik rustig gooien. En de andere moet ik snel terugspelen en de andere gecontroleerd worden. Goed, kijk, snel gooien. Ruimte kunnen blijven geven, niet in paniek raken. Ja, die hebben dus dat is mijn verhaal dat ik met jullie wou delen. Dank je wel voor jullie tijd. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Is dat niet zo? Sorry dat ik je zondagvoormiddag heb verbrot. En al zeker voor de jarige Christophe. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met hier en daar wat creativiteit onze fijne sport nog leuker, aangenamer kunnen maken om ja, nog meer mensen aan volleybal te brengen en diegenen die het al doen, het nog liever te doen. Dank u wel en ongetwijfeld zijn er misschien nog vragen, Christophe? Oh, we kunnen nog even doorgaan. Ik heb nog tijd. We kunnen inderdaad nog even doorgaan, maar ik denk dat er een aantal van die vragen regelmatig terugkomen. En ik denk dat we die best meenemen in ons naverwerkingsdocument en dat we die in de loop van de week doorsturen naar de mensen. Ik zou je willen afronden. Bedankt alle aanwezigen. Bedankt Brecht voor de uiteenzetting. De reacties zijn weer laaiend enthousiast. Wat betreft naverwerking, jullie hebben dat van Matt van Wezen nog niet gekregen. Om de eenvoudige reden dat ik Matt eerst ga laten uitzieken. Ja, dus dat van Matt komt er aan, dat van Brecht komt er dan ook later aan. En dan kijken we uit naar de volgende webinar met Vital Heijnen. Voor iedereen bedankt en nog een prettige zondag. Tot ziens. Fijne zondag allemaal. Dank u. Dag.